Chris, nou is het. Ja, goed hoor. Hoe het met petten en de dameskorsetten hoor, die nee, heb je niet. Nee, dat laatste dameskorset heb ik niet, nee. Ja. Hey, Chris, jou sprak een paar weken geleden al. Ja. En, het leuke nieuws bij jou is dat je na hoeveel jaar heb jij een eigen wagen in plaats van een kraam? Ik heb 28 jaar op kramen gestaan, op 3 kramen. En ik sta sinds begin juni sta ik nu met deze verkoopwagen. Ja, en ben je er tevreden mee? Want, ik ben er super blij mee. Ik heb daar nooit zo bij stilgestaan. Alleen, we staan nu wel elke keer nog een beetje op een andere plek hier in Middelburg op de markt. Oh, ik dacht dat iedereen een vaste plek had. Normaal heb je een vaste plek, maar precies op mijn plek staan de fietsbeugels. Dus daardoor, en die kunnen niet door de gemeente verwijderd worden. Dus ik moet nu elke keer een beetje schipperen. Dus klanten moeten me altijd wel een beetje zoeken op de markt. Maar zijn de fietsbeugels nieuw? Zijn die nieuw dan? Zijn die fietsbeugels nieuw? Nee hoor, die fietsbeugels stonden altijd onder mijn kraam. Dus dan had ik er geen last van. De kramen die kunnen er net boven opgebouwd worden. Maar met mijn kar heb ik er wel problemen mee. Dus zo'n aanschaf heeft eigenlijk heel veel gevolgen. Dus iedereen moet wel een klein beetje blijven zoeken, maar ik ben er elke week. Ja, precies. Hey, maar Christa, jij bent ook een dame die meer doet dan alleen hoeden en petten verkopen. Dat klopt, ja. Dus je staat 28 jaar op de markt, of doe je dat zelfs al langer? Nee, ik sta 28 jaar zelf op de markt. Ja. Voor mezelf. Maar jij organiseert ook nog andere dingen? Ik organiseer snuffel- en rommelmarkt. En ik organiseer ook het evenement Donburgse Dag in Donburg. Oh ja, ja. Maar ja, ik sta hier natuurlijk altijd ook met de snoep en de rommelmarkt, de rommelmarkt op de vismarkt. En wat natuurlijk bij jou ook altijd het ding is, van de achternaam Schets, die kennen natuurlijk ook heel veel mensen van de notenkraam. Ja, maar jij bent geen zus, dat is je zwager. Dat is mijn zwager, ja. Ja, precies. Ja. Dus jij bent ik ben ook met een Schets getrouwd. Ja, ja. En die Schets, wat doet hij dan? Is dat ook een marktman? Nee, dat is geen marktkoopman, nee. Die is wel zeg maar de marktmeester van de snoep en de rommelmarkten, maar die heeft gewoon nog verder een andere eigen baan. Ja, volgens mij heb je een vrouw die... Dat is zo'n vraag. We gaan gewoon door, hè? Ja, dit zijn hele leuke mutsjes, hè? En waarvoor draag je die zelf niet? Zo'n Bert en Ernie op je hoofd? Het is nog net even een beetje te warm voor die moment. Oh ja? Ja. Ik sta dus ook altijd zwinders altijd bij de ijsbaan, hè? Nu we het over de mutsen hebben. Ja, maar dan sta je altijd aan de zijkant. Ik heb me jaren, meer dan 10 jaar geleden gevraagd om daar met mijn handschoenen te komen, vooral ook. Omdat het verplicht is om met de handschoenen aan op de ijsbaan te schaatsen. En eigenlijk ben ik toen altijd gebleven. Want die verkoop je ook, handschoenen? Ja. Ook nu? Nu niet. Nu niet. Nee, dus je past ik heb wel een paar leren handschoenen voor een cabriolet. Hoor je van die leren handschoenen. Ja. Maar voor de rest heb ik straks als het weer koud wordt, dan heb ik weer volle handschoenen. Hey, en gewoon in het algemeen, ik hoef nooit cijfers of zo, maar hoe is de business en hoeden en petten? Want in de zomer, ik zie er ook redelijk wat toeristen inderdaad die in zo'n hoedje uitzoeken. Ja, het is natuurlijk ook... hoed draag je ter bescherming van de zon. Er zijn ook een hoop mensen die tegenwoordig ook speciaal voor hun huid ook een hoed moeten dragen. Ja. Dus ja, de hoed wordt sowieso, of de pet, maar iets op je hoofd wordt sowieso steeds belangrijker met deze zon. Ja, en jij hebt uiteraard hele betaalbare hoeden en petten. Hè? Ik heb goedkope en ik heb dure hoeden. Ja, je hebt van alles. Maar die dure hoeden zijn ook kwalitatief. Ik heb heel veel hoeden uit Europa. Als ik heb heel veel handel, niet uit China, maar heel veel uit Europa Express. Maar als ik nou echt zo'n klassieke gleufhoed heb, waar vroeger zeg maar ook de gangsters er zo mee liepen in de jaren 30, heb je ook zoiets? Die heb ik straks van het najaar heb ik ook van die gangsters. Ah, ja, dus nu... jij mag er gewoon als gangster uit. Ja, dat is heel goed. Sigaar in mijn hoofd gaan. Ja. Hey, dankjewel. Thank you.